Welkom. Ik ben hier als projectmedewerker Walking Football All-Stars in dienst van de Nationale Ouderenfonds. We hebben de plaatselijke club voetbalvereniging Barneveld benaderd of die mede wil werken. En inderdaad. Gewoon veel plezier. Ja, want we gaan toch badmintonnen vanavond of niet? Ja, walking voetbal, wat houdt dat in? Voor jullie is het natuurlijk heel nieuw. Het is zeker een unieke avond, omdat dit de eerste activiteit is binnen de Molukse gemeenschap. Bij vele verenigingen zijn er grote toernooien. Dat we binnen de Molukse gemeenschap aanjagers hebben, dus initiatiefnemers. Zageru, Zageru. We krijgen een kliniek op het veld onder leiding van Joop Kols en Jeroen Burghout. Hartstikke leuk, ik was wel een beetje moe. De sfeer is ontzettend goed. Valt me voor 150% mee. Ja. Echt, het is leuk. De sfeer is heel erg leuk, ontspannen. Te meer ook voor de mensen aan de kant, maar voor de spelers zelf ook was het echt ontspannen. Want ze vroegen zich eigenlijk af wat dat precies inhoudt. Maar wat ik gezien heb is alleen maar plezier met elkaar. Leuk, hartstikke leuk. Voor mij mag het iedere keer zijn. Dus, Oh, dat ging lekker. Net zoals ik wel gewend ben. De jongens vielen best mee. Ja, meestal wordt het gelachen als je mensen ziet om elkaar heen dat je leeftijdsgenoot en de meesten kunnen amper lopen. Die hebben al lang niet meer gevoetbald. Vandaar. De sfeer is prima. Maar je merkt wel dat er wel gevochten wordt om te winnen. En die hebben allemaal een beetje een buik, de meesten dan. Hè? Alleen het op de plaats staan en een goede positie kiezen, dat is nog even nieuw. Het doel is natuurlijk om binnen de Molukse gemeenschap in Barneveld dit verder uit te breiden. Dus ja, ik ga dus naar meerdere plaatsen. Met name FCM Buena in Assen. Ja, dat is een Molukse vereniging. Jong Ambon in Middelburg. Dat is ook een Molukse vereniging. AH78 in Huizen. Molukse vereniging. En Lunetten in Vught. Ik doe al vanaf 2014 eerst bij RKC, later bij PSV. En nu bij Rood-Wit. Dus een klein beetje ervaring heb ik ondertussen wel binnengekregen, ja. Nieuwigheid is daar rennen en schieten van afstand, dat soort kleine dingen. Is hier een goed en leuk Molukse team van te maken? Ja, ik hoop het van wel. Een stuk of 6, 7 jongens die kunnen al een klein beetje voetballen, maar het gaat natuurlijk om samenspel. Hè? Dat je in ieder geval je posities houdt en dat soort dingen. Er zijn echt nog een paar die wel in het Molukse team worden, vind ik zelf. Ja, dat zit er zeker in. En wat we graag natuurlijk willen is natuurlijk tegen een Nederlands team gaan spelen. Dat lijkt me hartstikke tof. En daarna ga ik ook naar de Molukse wijken waar geen Molukse club is. Alleen in de onderhandeling met de gemeente en de plaatselijke voetbalclub. Of de spelers daar ook terecht kunnen. Je traint 4, 5 keer in de week. En dan is het afgelopen. En dan krijg je problemen met je als je ouder wordt. Hè? Dus. Maar misschien is het niet afgelopen. Misschien nog jaren walking voetbal. Ik vind dit hartstikke leuk. Ik gun me mezelf. Ik heb aan manieren, maar dit vind ik leuk. Ja, ik ben in contact gekomen met Joop Kools en die wilde graag walking voetbal in huis introduceren. Daar hebben we samen een gesprek over gehad. Nou, dan kom ik ook een keertje kijken, want ik hou ervan, ik moet het zien. En ik ben hier en ik ben gewoon onder de indruk van de opkomst en respect voor deze mensen. En dan moet ik echt ook naar huis komen. Ja.
bij zo'n activiteit en gezelligheid hoort eten bij. Dus ik heb toestemming gekregen van Johan om tantes te benaderen en dat ze gaan koken. Zo direct na het douchen kunnen we beginnen aan een warme maaltijd. En de vrouwen zijn erbij, dus dat is ook leuk voor de vrouwen ook, dat ze zien dat je vroeger gevoetbald hebt. Zeker een geslaagde avond, iedereen enthousiast en de gezelligheid staat voorop.